elke dag kies je daarvoor. Hallo, mijn naam is Mabel van der Dungen en ik wil het met je hebben over afvallen. Maar het kan ook gaan over stoppen met alcohol, stoppen met sigaretten, stoppen met Zalando leegkopen. Waarom lukt het je nou niet? Nou, wat ik zie bij de dames die ik begeleid met intermittent fasting, is dat ze alles perfect willen doen. En ze gaan ook alles perfect doen. Ze gaan de koolhydraten eruit halen, ze gaan hun eiwitten tracken, ze gaan 10.000 stappen op een dag zetten. Ze gaan helemaal fanatiek erin. En ik zeg, op discipline en enthousiasme ga je nooit aan de overkant komen. Dat kan geen mens volhouden. Je kan niet perfect zijn. Want perfect zijn is bijna een soort neurose. Van wie moet dat? Wie legt dat je op? En als je elke dag, en ik zeg het heel erg vaak, als je elke dag 1% progressie zou willen nemen, daar verantwoordelijkheid voor willen nemen, dan heb je over 100 dagen ook 100%. Je bent als mens, ben je 87% ben je gewired om je patronen te doen. En om die patronen te doorbreken, moet je het herhalen. Wij als mens zijn helemaal gebouwd. Het brein wil spiergeheugen. Het brein wil patroongeheugen. Het brein is eigenlijk een soort apparaat dat het liefst alles hetzelfde doet. Want het is primal en het wil je beschermen tegen alles en nog wat op deze wereld. En dan kan je zeggen, ja, mooi verhaal, maar hoe werkt het nou met afvallen? Nou, dat ga ik je vertellen. Je moet eerst het makkelijkste doen. Als jij niet gewend bent om te gaan wandelen, ga dan eerst gewoon 5 minuutjes wandelen. Als jij niet gewend bent om te vasten, ga dan niet meteen een tijdslot aanhouden van 2 tot 6. Weet je, doe het bijvoorbeeld om de dag van 12 tot 8. Als jij niet gewend bent om te sporten, ga dan eerst gewoon een matje op de grond neerleggen en doe wat buikspieren. En als je zegt van ja, maar ik weet niet wat ik moet doen en ik weet niet hoe ik het moet opbouwen en je woont te ver weg of ik heb geen budget of ik neem nog niet de verantwoordelijkheid voor mijn eigen lichaam. Ik wil er vooral over praten, want dat zien we ook heel veel. Tot 1 september geef ik 50% korting op mijn 365 dagen intermittent fasting. En dan heb je meditatiefilmpjes, EFT-filmpjes om je sabotages tegen te gaan. Je hebt kettlebellfilmpjes om te sporten. Sporten met je eigen lichaamsgewicht. Ik ga Wim Hof interviewen. Ik ga Vivian Reis interviewen. Ik ga professor Pruimboom interviewen. 365 dagen help ik jou om een patroon op te bouwen. Door elke dag zo'n filmpje bijvoorbeeld te kijken. En ik zeg de eerste 10 dagen nog helemaal niks doen. Alleen maar informatie verzamelen. Tupperwarebakjes kopen, is experimenteren met een groene smoothie. Niemand kan van het ene op het andere moment al die patronen implementeren in zichzelf. Ik ben nu heel erg aan het rekken en het strekken, terwijl ik eigenlijk gewoon heel erg wil kracht trainen. Rekken en strekken, dat is voor mij heel erg vreemd. En wat ik doe elke dag 5 minuutjes mijn liezen rekken, mijn hamstrings rekken, mijn armen rekken, mijn nek rekken. Dus heel erg soft, heel erg soft. En ik noem dat Holly Hobby Gym. En voor jou zou ik zeggen, waarom begin je niet in een pierenbadje? Weet je, als je iets moet leren, moet je gewoon eerst wennen. Maar wat wij, en vooral heel veel vrouwen doen, moeten alles in ene kunnen. Nou lieve schatten, daar gaat nooit iets mee lukken. Als je bijvoorbeeld een ontzettende drinker of een ontzettende snoeper of een ontzettende roker bent, ga eerst gewoon afbouwen. Heel zachtjes en heel lief en heel erg rustig. Want het gaat gewoon niet. Het gaat echt niet. En ik doe dit nu sinds 2014 met intermittent fasting. Ik ging ook meteen naar Wim Hof kijken. Oh, wat doet hij? Oh, hij eet maar 3 uur op een dag. Rang, ben ik dat meteen gaan doen. Wat ik niet wist, is dat hij het al 35 jaar doet. Ja, nou, leer voorbij fouten. Het moet zachtjes, het moet kleiner,
het moet rustig. En je hebt wel een eikpunt nodig. En dat je elke dag iets doet, dat je jezelf bij de hand neemt, dat je het op een groot prikbord schrijft of op je telefoon, dat je een melding maakt of dat je het in je dagboek schrijft. Oké, wat ga ik vandaag doen? En elke dag kies je daarvoor. Elke dag zeg je van, oké, dit ga ik doen. Ik heb nu 10.000 stappen op een dag. Dat is hartstikke lang, 1,5 uur. En wat ik doe, want ik vind het hartstikke saai natuurlijk ook, want het duurt heel lang. Ik luister een podcast. Maar ik mag alleen een podcast luisteren als ik aan het wandelen ben. Dat heet habit stacking. Dus je brein weet al, als ik ga wandelen, dan mag ik een podcast luisteren. Of als ik 80% van de dag heel goed heb gegeten, dan mag ik bijvoorbeeld een hele lekkere reep van, hoe heet het, Love Shock. Dat je habit stacks en beloning aan jezelf geeft. Het is zo'n wetenschap om patronen af te leren en patronen aan te leren. Dat je, ja, weet je, je kan niet 3 filmpjes op YouTube kijken en denken dat je het dan allemaal kan. Je weet niet hoeveel voorbereiding erachter zit. Dus ik heb zoiets van, oké, ik wil je helpen met die 365 dagen intermittent fasting. Uit mijn hoofd, ik ga het eronder schrijven, geef ik dit jaar eenmalig de intermittent fasting opleiding. Volgens mij is het zaterdag, zondag 22 en 23 oktober. Nou, vergeef me als het een andere datum is, maar ik zet het hieronder. Voor jezelf, dat je echt kan leren hoe ben ik dan een intermittent fasting expert. En het thema van deze 2 dagen is van, oké, patronen. Hoe integreer ik patronen? Hoe bouw ik patronen op? Hoe werkt mijn brein met patronen? Want het is hartstikke fijn om te weten, waarom ben ik geen loser? Waarom ben ik niet iemand die slap is? Waarom ben ik niet iemand die nooit iets volhoudt? Dat ligt niet aan jou. Dat ligt omdat je niet weet hoe dat brein werkt en dat je dat veel langzamer aan moet bieden. Want anders gaat het echt niet lukken. En ik heb een potje discipline en ik maak commitment. Nu weet ik, oké, het moet veel zachter en het moet veel rustiger. En aan het einde heb je dan veel meer resultaat dan dat je als een dolle dwaze stier vol ergens ingaat en vervolgens over 2 weken of 3 weken of 3 maanden moet zeggen, ik heb het weer niet gered. Dit is bijvoorbeeld ook de manier hoe ik zelf schrijf en daarom zeg ik, het kan op alcohol, sigaretten en kopen. Als je elke dag 1000 woorden schrijft, hoeveel woorden heb je dan over 100 dagen? Dat zeg ik. Kleine beetjes iets doen. En ik schrijf mijn hele leven, dus zeg jij misschien 1000 woorden. Oh, misschien moet je met 100 woorden beginnen op een dag. Snap je wat ik bedoel? Nou, ik zou het ontzettend leuk vinden om je op dat intermittent fasting weekend te zien. Of dat je zegt van, ja, ik ga lekker die 50% korting nemen en ik ga elke dag beginnen met jouw filmpjes te kijken en al die leuke interviews en meditatie. En ik ga mezelf lekker verwennen om dat heel rustig aan te leren. Ik stuur je al mijn liefde en een hele dikke zoen. Tot snel!